Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We gaan vandaag beginnen met voeren. Daarna een vergadering. En voor de rest is nog niet zeker wat we gaan doen vandaag. Op een mooie dag. De weer begint goed uit te zien. Het is wel een beetje koud nog. Maar goed, dat moeten we gaan veranderen. Ik neem van mee op de boerderij. En veel kijkplezier. Dus ja, we gaan nu beginnen met koffie. En dan komen we zo gaan we voeren. En dan heb ik vergadering of een bespreking, twee keer. Voor morgen hebben we alles gezien vanmiddag om 3:30. Dus en tot die tijd gaan we gewoon lekker werken. Maar eerst een bak koffie, want daar heb ik wel zin aan. Jongens, tot straks. We gaan die voeren binnen eerst en die kalveren, melk geven en dan gaan we deze prachtige beesten voeren. Dat is ook een bespreking. Maar ik ga het voeren. Dus ja, we zijn nu aan het voeren, zoals je dat ziet. En voor het gesprek, even snel voeren, zal niet alles lukken. Voer silo wordt dus brak moet komen. De koe hebben lekker heen. Zo'n gesprek, dat ziet men dan zelf wel op. De koe zit lekker te heen. Het zit in die kant weer vast, maar was zo'n ding gestrooid. Zo. Zo. Gesprek is goed gegaan. Ik ben weer voor een jaar aangenomen. Nee. Even de korte bespreking van hoe het gaat en zo. En net de los schoongemaakt en even wat as voor de braag naar de asbult en de kruiwagen weer terugzetten en de losjes weer keurig schoon van nieuwe gasten. Ja, de tenten die achter mij staan, die zijn ook al helemaal schoongemaakt of die zijn allemaal leeg. Dus het ja, eigenlijk als het ware zijn we klaar voor het nieuwe seizoen. Dus ja, wat vanmiddag gaan doen, dat is nog niet bekend. Misschien ga ik naar het land of dat weet ik nog niet. Maar we gaan het gewoon zien. Ik ben in de kruiwagen en weer terug. En dan is het ook denk ik wel weer tijd om te eten. En daarna gaan we lekker andere klussen doen. Wat is nog niet bekend. Dus ik ga even de kruiwagen wegbrengen. En tot zometeen. Zo, we zijn nu aangekomen bij het brandput. Ja, wat ik zie is dat het toch nog wel redelijk schoon erbij ligt. Ik zal de camera eens even draaien. Een beetje schoon blijven. Uitzicht hier. Prachtig uitzicht. Nou, ga eens even een schelder die pakken. Ja.
dat hem die aan de kant beunen. Weer gebeurd. Zo. Ja, weer gebeurd. Weer schoon. En dan gaan we terug. Gewoon eens kijken wat we daarna gaan doen. We zullen wel zien. De vest is ook weer uitschiet. Zo door. Dus ja, kom maar weer goed. We gaan weer verder. Op dit moment zijn we bezig met de varkens ook aan het uitmesten. Ik zal ze hem draaien. Nou, dit moet allemaal eruit. Ik heb allemaal een kruiwagen achter een mesbult. Varken zit binnen of buiten. Dat kan je nog niet zien. Daar zijn we nu mee bezig met varkensbak. En we gaan even de eerste lading even weggooien. Als het goed is, is het varken buiten. Ja. Dat is om te zien. En daar is het varken. Dus we gaan nu even weggooien. Zo. De koeien zijn gevoerd. We zijn klaar met het werk. Zo hebben we een laatste bespreking en dan. Is weer gebeurd. En dan ben ik woensdag weer. Dus. Nou, bedankt voor het kijken naar het vlog. Duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En de telefoon nog aan mij. Yo!